leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een video in samenwerking met Laurs. Ik denk dat de meesten van jullie het wel weten. Vaak zie je wel al die prachtige vrouwen in ze voorbij komen in super mooie lingerie. Nou, dat is dus van Laurs. Je hebt niet alleen loungewear, dus chill kleding. Je hebt ook swimwear, zwemkleding. En je hebt ook super mooi ondergoed. En daar heb ik dus 5 setjes van uitgekozen. En die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik ga mijn eerlijke mening erover geven. En ik ga nog een beetje uitleg erover geven. Toen ik dus een mailtje kreeg van Laurs, dacht ik echt, oh my god, ja, ik wil er sowieso mee samenwerken. Ik heb het al best wel vaak voorbij zien komen op Instagram. Zie je altijd die bloedmooie vrouw of die Instagram posten. En dan denk je, oh my god, ik wil dat ook. En ze verkopen nu dus tegenwoordig ook in Nederland. En omdat ze dus sinds kort in Nederland dus ook verzenden, krijg je nu dus boven de 50 euro besteding gratis verzendkosten. En je kan ook gratis retourneren. Dus dat vind ik altijd fijn om te weten. En ook voor als je denkt, ik wil het hebben, maar ik heb nog geen geld. Je kan ook met Klarna betalen. Dus dat is ook altijd wel een pluspuntje. Of stel maar dat je verschillende maten moet bestellen. En je denkt van, ik weet niet welke maat ik nodig heb. Dan kan je altijd met Klarna doen. En dan achteraf alleen betalen voor de items die je houdt. Dat doe ik soms ook wel eens. Als ik dan twijfel tussen 2 maten, bestel ik ze gewoon lekker allebei. Betaal ik met Klarna. En betaal ik uiteindelijk alleen voor degene die ik hou. Dus dat. Ik heb van Laurs dus 5 setjes mogen uitzoeken. 5 verschillende setjes. En die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Zelf ga ik de items niet aantrekken voor camera. Maar ik zal wel een paar filmpjes en foto's van de modellen tussendoor in beeld zetten. Zodat je toch kan zien hoe de items staan. Dat is misschien wel heel erg leuk. Maar voordat we gaan beginnen heb ik ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Met de code FLEUR10. Krijg je dus 10% korting op je aankoop bij Loungewear. Dus neem zeker eventjes een kijkje. De linkjes zullen in de beschrijving staan. En dan gaan we snel beginnen. En dit is de doos toen ik binnenkwam. Een hele zwarte doos met een mooie witte strik eromheen. En ik ga hem eraf halen. Als allereerst in de box zit er dus een kaartje in. En aan de achterkant staat dus heel simpel hoe je items bijvoorbeeld kan retourneren. Als je dat zou willen, bijvoorbeeld met een QR-code. Dus dat is echt onwijs handig. En je hebt dus trouwens 30 dagen de tijd om je items te retourneren. Dus dat is ook best wel lang natuurlijk. En dan is dit de binnenkant van de doos. En dan zitten hier alle items in die ik dus aan jullie ga laten zien. Ik ga beginnen met mijn favoriete setje. Deze heb ik ook al gedragen, dus kan ik al iets meer over vertellen. En dit is namelijk de Teal Blossom Balcony BH en String. Je hebt hem ook nog in een, zeg maar echt een broekjesvariant, de brief. Dat is dat hij echt over je billen heen loopt. Maar ik heb dus gekozen voor het stringmodel erbij. Je koopt het dus in een setje en voor het hele setje, dus string en BH, betaal je 55 euro. Wat dus betekent in Nederland gratis verzending. Maar ik ga even beginnen met het broekje. Ik ga beginnen met het broekje. Ik heb deze in een maatje S genomen. Omdat ik dacht van, laat ik maar een S nemen. Want een XS bij mij zat het laatste tijd best wel strak. Maar achteraf gezien had ik toch beter een XS kunnen nemen. Want hij is best wel groot. Hij zit niet lelijk groot. Maar ik denk dat een XS gewoon net eventjes iets mooier had gezeten. Aan de bovenkant heeft het dus een elastieke band waar Lounge op staat. En verder is die helemaal van kant. Bij het kruis zit er nog een extra stukje stof over het kant heen. Wat ik zelf altijd wel echt heel erg fijn vind met dragen. Ik heb deze dus ook al gedragen. En ik vind ze echt super, super lekker zitten. Hij is dus iets wat aan de grote kant. Maar op zich merk je dat niet verder als je hem aan hebt. Dus dat is die. En dan de bijbehorende BH bralette erbij. Deze heb ik genomen in een maatje 70C. Dit is eigenlijk altijd mijn huidige maat van alle andere winkels. Maar deze valt best wel een beetje klein. Dus ik zou je aanraden om misschien in de omvang een maatje groter te nemen. Als ik voor dan nog meer ga bestellen bij Loungewear, denk ik dat ik voor een 75C ga. Omdat hij nu dus op het laatste gaatje moet. En normaal kan ik hem gewoon op het eerste gaatje zetten, zeg maar. Dus ik kan wel zeggen dat deze misschien ietsjes kleiner uitvalt dan de Nederlandse maten. Dus hou er goed rekening mee als je hem wil bestellen. Maar ik vind dit zo'n, zo'n mooie top. Je moet er wel van houden, want je tepels schijnen er dus doorheen. Omdat het dus helemaal van kant is. Maar ik vind dat wel echt heel erg mooi. Aan de onderkant heeft hij ook weer diezelfde elastieke band als die je bij het slipje hebt. Dus dat is helemaal leuk matchy. Ik vind het echt een heel erg mooi setje. Ik vind deze kleur ook gewoon zo intens mooi. Ik kan echt uren naar deze kleur kijken. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Er zit dus geen vulling in deze BH. Maar er zit wel een beugel in. Hier zie je een band lopen. En dat is zeg maar de beugel die zorgt voor ondersteuning. Dus je hebt toch nog wel een beetje dat het soort van omhoog gepusht wordt. Maar je hebt geen extra cups, geen extra vulling. Verder is die echt helemaal van kant. Dus het is eigenlijk een beetje een soort bralette met extra ondersteuning. Dit is dus tot nu toe het enige setje wat ik heb gedragen. Ik dacht de rest laat ik nog lekker ingepakt voor de video. Maar ik wil toch wel vast een beetje dragen om jullie iets te kunnen vertellen. Ik vond de items echt mega fijn zitten. Het kant jeukte niet. Soms heb je natuurlijk dat kant een beetje kan jeuken. Dat had ik totaal niet bij deze. Wel is de top dus een beetje aan de kleine kant. En de broekje juist een beetje aan de grote kant. Maar tijdens het dragen heb ik dat verder eigenlijk niet gemerkt. En ook geen problemen mee gehad.
Maar dat is dus wel een tip. Het topje zou ik dus een omvangmaatje groter nemen. En het broekje gewoon lekker je eigen maat nemen. Dus dat is die. Dan gaan we nu verder met de setjes die ik dus nog niet heb gedragen. En ik heb hier een heel erg mooi blauw setje. En dit is de Cobalt Blue Bold Mesh Bra en Tong. Dus dat is weer een stringmodel en een BH. Deze had je volgens mij ook weer in een andere versie. Maar ik heb alles eigenlijk gewoon in de stringversie gekozen. Omdat ik dat, ja, het mooist vind in broeken en zo. Dit setje is ook weer een stukje goedkoper. Want voor deze twee samen in een set betaal je dus 40 euro. En ik heb deze nog niet opengemaakt. Dus we gaan even kijken. Ik ga beginnen met de BH. Oh, hele mooie kleur. Dit is de top. Het is echt een super mooie kobaltblauwe kleur. Kijk, deze is echt iets meer zeegroen. En die andere is echt iets meer blauw. Ik hou echt van dit soort kleurtjes. En dit is de BH. Ik hoop dat je het goed kan zien. Maar het is dus van zo'n mesh stofje. Dus ook deze schijnt er heel erg door. En er staat hier lounge ingegraveerd. Wat ik echt mega mooi detail vind. Aan de achterkant heeft hij verder geen sluiting of zo. Dus je moet echt geluk hebben dat de omvang past. Maar ik denk dat dit wel goed zit. De bandjes daarentegen kan je wel weer verstellen. Dus die kan je wel weer iets strakker of losser maken. Ook deze heeft hier weer een beugel zitten voor de stevigheid. Maar er zit verder geen extra cups in of zo. Het is echt alleen het gaas. Maar ik vind dat wel echt onwijs mooi. Dus dat is die. En deze heb ik dus in een maatje S. En dan de behorende string erbij. En die heb ik dus ook in een maatje S. Waarschijnlijk zal die ook wel weer ietsjes te groot zijn. Maar niet vervelend of zo, denk ik. En dit is het slipje. Deze heb ik ook in een maatje S. Maar deze ziet er dan weer een stuk kleiner uit dan de vorige. Ik denk dat deze eigenlijk wel goed moet passen. Deze heeft ook weer hele dunne bandjes. En dan hier zit het met een mooi ringetje. De voorkant is ook weer van datzelfde gaas als bij de top. En ook bij deze zit weer zo'n extra lapje stof, zodat, ja, niet alleen het gaas er zit, maar dat er ook echt nog gewoon een goed stukje stof, zeg maar, zit. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Aan de achterkant is die best wel mini, maar dat kan altijd wel heel erg mooi zijn met broeken. Want als je bijvoorbeeld een broek hebt en je ziet die lijnen lopen, ben ik gewoon niet heel erg fan van. Dus dit is dan echt de oplossing. Dus dat is deze. Ze hebben trouwens alle sets echt in 20.000 verschillende kleuren. Dus ben je nou niet zo fan van blauw, ze hebben ook nog heel veel andere leuke kleurtjes. Maar ja, blauw is gewoon echt mijn lievelingskleur, zoals je misschien wel kunt zien. Nee, maar ik ben echt onwijs blij met dit kleurtje. Alle linkjes van alle items zal ik natuurlijk in de beschrijving zetten. En dit setje kost dus 40 euro. Dan gaan we verder met een setje die ietsjes minder sexy is misschien. Maar wel echt mega lekker eruit ziet. Het is namelijk gewoon een beetje zo'n sportief setje. Daar hou ik ook wel heel erg van. En dit is de Kaki Minimal Triangle BH. En string weer. Normaal kost dit setje 45 euro. Maar ik zie nu dat dit setje dus in de sale is voor 27 euro. Ik denk dat ik zelfs straks nog een paar extra setjes ga bestellen in andere kleurtjes. Want ze hebben echt nog veel meer leuke kleurtjes. Maar ik zal eerst even deze laten zien. Ook hiervan heb ik het topje en het broekje beide weer in een maatje S. En ik ga beginnen met het broekje. Ik hou dus niet alleen van blauwe kleuren. Maar ook echt van dat mooie groene kleurtje. Dus net zoals deze moest ik natuurlijk gewoon hebben. Het is gewoon echt zoals ik zei, een heel sportief modelletje. Het heeft weer zo'n elastieke band en daar staat dan lounge op. En verder is het gewoon van katoen. Verder geen kant. Het is gewoon echt dat katoenen stofje. En aan de achterkant is het ook weer een stringmodel. Je hebt echt heel erg veel kleurtjes van deze. En misschien zijn dit ook wel de setjes die je vaak voorbij ziet komen op Instagram. Meiden maken hier echt mega mooie foto's mee van ieder lichaamsoort, alles. Ze zijn heel erg bezig met dat body positivity, wat ik ook echt heel belangrijk vind. Daar zijn ze ook echt heel erg mee bezig. En ja, ze hebben ook setjes voor vrouwen die wat voller zijn of meisjes die wat slanker zijn. Ze hebben echt heel veel maten, dus dat is ook goed om rekening mee te houden. Ze hebben niet alleen een SML, maar ze gaan echt door tot hele grote maten. En ook hele kleine maten, dus voor ieder, ja, er is gewoon voor iedereen een maat. En dat is gewoon chill dat ze niet beperken tot een bepaalde groep. Maar dat er gewoon voor iedereen wat is, zeg maar. Dit kleurtje, ja, ik vind het gewoon echt geweldig. Ik vind het een kleurtje wat mooi staat met blond haar, met bruin haar, met rood haar. Dit kan echt oprecht met alles. Dus dat is die. En daar heb ik dus een bijpassende top bij. En dat is dus zoals de titel al zei, een triangle top. Dus zo'n, ja, driehoektopje. En dat is deze. En deze heb ik dus ook weer in een maatje S. Kijk even hoe mooi dit kleurtje is. Dat wil je toch gewoon hebben. Net zoals het broekje heeft deze weer zo'n, ik hou hem nu even op zijn kop, dan kan je het wat beter zien. Maar net zoals het broekje heeft hij dus weer een elastieke band. En heeft hij verder geen kant of extra dingetjes. Het is gewoon lekker van katoen. De bandjes hier kan je verstellen. En op de elastieke bandjes hier staat ook nog lounge. Heel klein geschreven, vind ik ook heel mooi. De achterkant kan je alleen niet verstellen. Dus ook dit is weer gewoon een kwestie van geluk hebben dat die past. En anders kan je hem natuurlijk altijd retourneren en een andere maat bestellen. Als die eventueel niet zou passen. Maar ik denk dat dit wel goed zit met een S'je. Ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje.
echt heel leuk. Dit setje heb ik dus in een S gekozen. En ze hebben nog heel veel andere leuke kleurtjes ervan. En is nu dus maar 27 euro in plaats van 45. Dus ook hiervan staat een linkje in de beschrijving. Echt heel erg blij mee met deze. Dan gaan we weer verder naar weer een iets meer sexy setje. Het is een beetje gecombineerd. Het is een beetje sporty, maar ook een beetje sexy. Ik vind beide ook gewoon heel erg leuk. Vandaar dat ik ook echt een beetje van alles wat heb gekozen. En dit is namelijk de Rich Luxe Balcony Bra en Tong weer. Deze is ook echt heel prachtig. Kijk eventjes hoe mooi. Ook deze is er gewoon helemaal van kant. Dus lekker alles schijnt er doorheen. Hou er wel rekening mee als je daar dus niet van houdt. Ze hebben ook genoeg dingetjes wat wel bedekt. Maar ik vind het wel heel erg mooi als het een beetje dat see-through is. Wel heeft het weer gewoon een beugel voor de ondersteuning. En aan de achterkant heeft het ook weer zo'n elastieke band. Wat ik bij deze echt heel erg mooi vind is zeg maar aan de voorkant lijkt hij echt heel soort van vrouwelijk. Zeg maar dit stukje zo met dat mooie ronde uitgesneden. En dan aan de zijkant begint die sportieve band weer. Wat het toch weer iets stoerder maakt of zo. Heel erg leuk vind ik deze. En deze heb ik dus ook weer in een maatje S. De bandjes kan je gewoon weer verstellen. En deze heeft ook weer aan de achterkant gewoon zo'n, ja, zo'n klikdingetje. Dus dat is deze. Oh, ik zei ik heb hem in een S, maar ik heb hem in een 70C. Gewoon weer mijn eigen maat. Deze ziet er wel weer wat groter uit dan de eerste. Dus ik denk dat deze misschien wel weer iets mooier zal zitten. Maar we gaan even kijken naar het broekje. Het broekje heb ik wel in een S. En dat is natuurlijk weer een bijpassend kleurtje. En deze ziet er wel ook weer wat groter uit. Maar ja, op zich. En dat is deze. Deze loopt een beetje in zo'n V-lijn omhoog. En dat laat je figuur echt prachtig lijken altijd. Aan de voorkant is het een beetje net zoals met die BH. Aan de voorkant ziet hij er echt heel schattig en ja, lievig uit. En dan aan de achterkant zit er weer zo'n elastieke band wat het weer wat stoerder maakt. Ook deze is weer helemaal van dat kant. Maar aan de binnenkant zit weer gewoon een katoenen stukje. Wat heel grappig is bij deze is dat hij zeg maar twee lagen heeft. Dus het overlapt elkaar waardoor je echt zo mooi die V-lijn zo krijgt. En zoals ik zei, kostte dit setje dus 55 euro. En hebben ze hier ook nog echt mega veel andere kleurtjes van. Dus deze. En als laatste heb ik nog zo'n leuk triangle setje gekozen. Alleen is net van een iets andere collectie. Dit is namelijk de Bamboo Triangle collectie. Deze heeft ook iets andere kleurtjes. Dit is wat meer, ja, weet je, dat neutrale kleurtje. Die groen is natuurlijk wat donkerder. En nu heb ik een beetje de lichte versie ervan. Dus deze is namelijk in de kleur olive. En heb ik dus ook weer in een maatje S. En ik ga beginnen met de top. Oh, dit is echt een hele mooie kleur. Okay. Oh, love it. Kijk. Dus is echt, ik hoop dat het goed te zien is. Het is echt zo'n heel mooi zandgroen kleurtje. Oh, ik vind deze echt heel erg mooi. Deze is verder dan wel weer gewoon hetzelfde als deze. Alleen gewoon de iets lichterdere versie ervan. En verder is het dus weer gewoon helemaal een egaal stofje. En deze is dus van 95% bamboe gemaakt. Daarom dat de collectie ook de Bamboo Triangle collectie heet. Ook deze kan je aan de achterkant weer niet verstellen, maar de bandjes kan je weer wel verstellen. En daar zit ook weer heel klein lounge op. En ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje. Ik denk dat deze echt mega lekker gaat zitten. Hij is echt zo ontzettend zacht. Dat is echt niet normaal. Dus dat is die. En daar hoort natuurlijk nog het bijbehorende broekje bij. En die ziet er weer zo uit. Ook zo'n elastieke band. En ook weer gewoon het stoffen stukje. Die dus ook weer van 95% bamboe is gemaakt. En deze heb ik ook weer in een maatje S. En het ziet er wel naar uit dat ik deze gewoon lekker moet passen. En misschien had ik alles beter in een maatje kleiner kunnen bestellen. Gewoon in een XS. Maar dan weet ik dat lekker voor de volgende keer. Ik vind dit ook echt heel erg leuk wat ze op die kaartjes hebben geschreven. Comfort Made Sexy. En dit setje kost samen 45 euro. Wat misschien nog wel eventjes leuk is om te zeggen over dit topje. Is dat de topjes van deze gaan tot 30A tot 36G. Dat is natuurlijk echt gewoon een hele hoeveelheid maten dat ze hebben. Dus dat vind ik echt sowieso een pluspunt. Als je nou niet weet wat die maten inhouden, op hun site online, ik zal wel eventjes een linkje in de beschrijving zetten, heb je gewoon een matentabel. Daarin kan je kijken wat de Nederlandse maten daarvoor is. Staat allemaal heel simpel aangegeven. En zeg maar de rest waar dus allemaal normale maten zitten, gaat allemaal vanaf de XS tot de XL. Dus zoals ik zei, ze hebben niet alleen SML. Ze gaan wel echt verder dan dat. Ze hebben echt een XS tot XL. Dus ja. Oh, en wat trouwens ook nog wel handig is om te zeggen, dat zal ik eventjes laten zien op mijn telefoon. Zoals ik zei, kijk, stel je wilt deze gele balcony set kopen. Je koopt hem dus echt als set voor 55 euro. Maar de top en het broekje kan je wel losse maten van kiezen. Dus stel jij van je broekje een XS, maar van je topje een 36G, dan kan dat gewoon. Je kan gewoon zelf de maten aanklikken en kiezen welke maatje voor welk set je nodig hebt. En dat is dus hetzelfde als met dit setje. Je kan dus het broekje
en het topje gewoon in een aparte maat kiezen. Dus stel, jij hebt van je topje een L nodig, maar van je een broekje een XS, dan kan dat ook gewoon. Alle linkjes van alle dingetjes zullen dus gewoon in de beschrijving staan. En vergeet ook niet mijn code FLEUR10 te gebruiken om 10% korting te krijgen. En boven de 50 euro heb je dus lekker gratis verzending. Ik zal alle informatie erover nog eventjes een keertje in de beschrijving zetten. Zodat als je nou vergeten bent wat de code is of weet ik voor iets, dat je het gewoon lekker terug kan lezen. Ik ben echt heel erg enthousiast over het merk. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat jullie dit ook een keertje een leuke andere soort video vonden dan normaal. Het was meer een beetje een soort review video. Ik vond het namelijk wel heel erg leuk om te maken. Dus ik hoop jullie ook. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet me zeker niet te volgen op Instagram. En ook Loungewear te volgen op Instagram. Ik zal een linkje daarvan in de beschrijving zetten. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!